Hey, hallo iedereen en welkom hier bij Bucks Music in onze Bucks Music Studio. Vandaag is werkelijk een hoogdag, want Fazly heeft alweer een heel grote release. En deze keer, en je ziet het goed hier naast mij, gaat het om maar liefst 26 pedals. Gitaar of baspedals, je kan het eigenlijk voor beide, of sommige zijn ook heel specifiek. Maar je hoort het inderdaad goed, 26 pedals. Voilà, en in deze video geven we een klein overzicht van wat er eigenlijk allemaal is. Wat er zo speciaal aan is, hoe ze opgebouwd zijn, de unboxing en dergelijke. Maar wil je echt elke pedaal specifiek horen, ga dan gerust naar onze website Bucksshop. En dan kan je bij elke productpagina ook een video zien en horen wat die pedaal net voor jou in petto heeft. Dus allereerst komen alle pedals in dit heel mooie doosje bij je thuis geleverd. Dus met een magnetisch klepje. Voilà, en eens je dit open doet, een gebruiksaanwijzing in het Nederlands. In dit geval hebben we de Valve Sim Valerie. Inderdaad, ze hebben allemaal een heel, heel coole naam gekregen. Een beetje met wat je kan verwachten van de pedal. En daar zie je natuurlijk allereerst de specificaties. Niet onbelangrijk, maar het is vrij eenvoudig. De gehele reeks heeft 9 volt center negative nodig. Dus in principe het meest standaard voltage dat je nodig hebt voor een gitaarpedal. Dus dat betekent ook dat ze vrijwel elke multivoeding aansluitbaar zijn en je ook via daisy chains en zo enkele pedals aan elkaar kan schakelen. Want de draw, dus de current draw, eigenlijk de hoeveelheid stroom dat ze nodig hebben, is echt heel laag. Kan soms vanaf 10 mA tot 50 mA. Maar het staat natuurlijk ook hier op de specificaties. Bijvoorbeeld de Valve Sim Valerie heeft een draw van 6 mA. Dus dat wil zeggen dat je met een daisy chain toch heel safe gaat zitten. Wil je meer info over stroom en dergelijke, over pedalboards? Check zeker onze how-to pedalboard reeks over stroom en voeding en dergelijke. Dus dat is de voorzijde. En op de achterzijde zie je eigenlijk wat elke functie op de pedaal precies voor jou kan doen. Dus heel makkelijk dit. Natuurlijk wordt de pedal heel voorzichtig ingepakt. Dit zorgt ervoor dat er niet te veel vocht in het doosje kan komen. En wat ook heel leuk is, je krijgt zelfs de velcro die perfect op de pedal past. En die je dus ook op jouw huidig pedalboard kan kleven. Of eigenlijk op wat je ook maar wenst. Dus dat zit er eigenlijk ook nog bij. Voilà, en dat was de box. En als we nu naar de pedals kijken, zijn ze in principe, dus je ziet het ook, ze zien er eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde uit. Het zijn mini pedals, hè, zoals je het noemt. Dus ze pakken eigenlijk heel weinig plek in op een pedalboard. Het zijn ideale pedals voor als je zegt van, ik heb een looper nodig die gewoon goed werkt, maar die niet te veel plek inneemt op dat pedalboard. Of ik kan eigenlijk wel een equalizer gebruiken, maar dan wil ik niet echt al te veel centen aan uitgeven. Want inderdaad, check zeker de links in deze omschrijving en je zal versteld staan van echt de kostprijs van deze pedals. En ik heb ze nu echt allemaal uitgetest voor de video's die je op de productpagina ziet. En ja, er zitten toch wel heel, heel wat parels bij. Dus het is echt, het maakt het pedalboard eigenlijk toegankelijk voor iedereen met gelijk welk budget. En je hoeft niet echt onmiddellijk naar boutique pedals of iets duurdere pedals te gaan. Maar nee, je kan met een heel beperkt budget ook al starten aan jouw eerste pedalboard. Of ik zeg het, als je een heel groot pedalboard hebt, maar je hebt toch nog iets nodig dat je misschien niet altijd heel vaak gebruikt, check zeker de video. Want er zitten echt, zoals gezegd, heel wat toppers tussen. Check nu bijvoorbeeld deze looper pedal. En we gaan straks even de rubrieken of de categorieën overlopen. Maar je ziet, qua layout zijn ze in principe allemaal hetzelfde. En we hebben hier de guitar in en hier naar de amp of naar de andere pedals. Een hele makkelijke switcher. Meestal één main
draaiknop. En natuurlijk voor de overdrives is dat meestal het aantal gain of overdrive. Kan natuurlijk ook, en ik ga eens heel even kijken wat hier nog allemaal in zit, want het is echt gigantisch veel. Het aantal fuzz, je hebt hier soms een dry-wet mogelijkheid. Wat hebben we hier nog? Time bijvoorbeeld bij delay. Dus eigenlijk de hoofdfunctieknop is altijd deze. Van niks naar 10. Dus van 1 naar 10. En dan heb je ook meestal hier nog een switch van 1, 2 of 3 mogelijkheden. En dat zijn dan meestal varianten. Hier in de looper is dat bijvoorbeeld track 1, track 2, track 3. Dat betekent eigenlijk dat je hier 3 verschillende loopers op kan opslaan. Omdat je gewoon via deze weg naar de verschillende tracks gaat. Als we hier nu bijvoorbeeld de Bluesy Bunny bekijken, zo heb je redelijk veel gains of distortions. Dan heb je hier de modus van bright of normal. Dit is nu een twee switch. En hier het aantal gain. En in de meeste pedals heb je ook links en rechts van de switch een draaiknopje, een mini draaiknopje. Meestal is het links het volume en rechts vind je andere specs die heel specifiek zijn naar die pedal toe. Bij de overdrive zit meestal color of tone. Dus dat je meer donkere of meer heldere klank gaat krijgen. En je ziet hier natuurlijk ook een heel kleurrijk en fel ledlampje. Zodanig dat je op je pedalboard in een donkere repetitieruimte of op het podium dus wel degelijk weet of de pedal aan of uit staat. Voilà, dit is natuurlijk ook heel handig. Het is een soort bescherming voor als je op het podium of in de repetitieruimte op jouw pedal drukt. Zo zie je dat eigenlijk, zeker met een schoen, dat je niet jouw knoppen hier kan beschadigen. Dus dat is toch wel is heel handig hoor, want je hebt ook zo van die mini pedals die dit niet hebben. En je weet maar nooit dat je heel enthousiast tijdens een hele coole riff gewoon jack en... Dit is echt wel iets wat jouw pedal een toch langer leven zal geven. Achteraan heb je natuurlijk de aansluiting voor de voeding. En voilà, hier heb je nog eens 9 volt center negative en het aantal milliampère. In dit geval ook 5,5 milliampère. Ja, ik kan eigenlijk niet genoeg gain of overdrive hebben en tegenwoordig hebben die allemaal een heel specifieke kleur of sound. Dus hier in deze reeks kan je heel wat zowel overdrives of gains vinden, maar ook simulaties naar verschillende lampen. En dat geeft toch ook wel een soort van gainy touch. Dus heel wat overdrives en gains en van alles in deze nieuwe Fazly reeks. Zoals ik het daarnet al zei, dit zijn pedals die eigenlijk toch nog iets te weinig gebruikt worden soms. Het zijn equalizer pedals. En het is eigenlijk iets zo vanzelfsprekend, maar het kan zo'n verschillende kleur geven aan jouw sound. Moet je echt wel eens proberen. Je kan het ook gebruiken als boost, want je hebt hier ook een volumeknop. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van
Mijn bepaalde solo wil ik toch iets meer boosten. Dus geef je het gewoon een extra beetje volume. Dus vanaf je het indrukt, krijgt ook je signaal een beetje volume. En kan je bijvoorbeeld een iets luidere solo geven. Maar hier aan deze equalizer, ja, kan je toch van jouw normaal gitaarsignaal toch een andere kleur geven. Wat misschien ook wel eens leuk is bij bepaalde nummers of dergelijke. En we hebben hier een guitar en bass equalizer. En hoe kan het ook anders? Ook deze Fazli-reeks heeft een heel pak modulation pedals. En dan spreken we over reverb en delay en tremolo en noem maar op. Ik heb hier onder andere de Reverb Ricky. Een heel mooie reverb pedal die een keuze heeft tussen een room spring en een shimmer reverb. Dus echt heel leuk. We hebben ook een chorus Chrissy. We hebben een Wawa Willy, we hebben een Delay Dunny die een Echo Modular of Normal Delay heeft. Maar we hebben ook een Mod Station waar je heel wat verschillende modulations hebt. Er is behalve overdrive en modulation natuurlijk ook nog wat anders op de markt. En ook hier heeft Fazli heel wat in petto. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze Loopin Larry? Eigenlijk een heel handige, makkelijke looper. Ook zeker naar de prijs toe zeer handig om op je pedalboard te zetten om te oefenen. Of wat dacht je van deze Cab Sim Carry? Echt wel heel leuk ook. Je simuleert hier een aantal verschillende soorten cabs met ook verschillende groottes van speakers. Ook wel heel leuk om gewoon heel eenvoudig een andere kleur aan jouw signaal te geven. En om af te sluiten, hier nog een aantal dingen die misschien wel iets minder frequent voorkomen, maar zeker ook heel leuk in deze reeks. Wederom, de prijs is echt super en misschien had je dit echt wel nodig. Wat dacht je van deze Switcher Sammy? Eigenlijk heel eenvoudig, maar het doet exact wat het moet doen. En dat is switchen tussen A plus B of A of B. We hebben ook een mini DI met ground functie. En als ook de mogelijkheid om 20 dB van het signaal te nemen of bij te geven. En we hebben ook Headphone Henry, waarmee je jouw signaal gewoon rechtstreeks naar jouw hoofdtelefoon kan sturen. Je kan natuurlijk deze pedals perfect thuis op jouw pedalboard integreren. Je hebt de Velcro, die zit in het doosje. En je kan natuurlijk jouw eigen patchkabels gebruiken, jouw eigen voeding. En alles is mogelijk, maar Fazli brengt samen met de release van deze pedals ook een aantal accessoires op de markt. En het eerste is Peter Pedal. Jawel, dit is eigenlijk een mini patchkabel die je perfect kan gebruiken tussen twee Fazli pedals of een andere pedal. Maar het past eigenlijk perfect. Voilà, zo zie je het. Dus een heel eenvoudige, stevige, goede mini patchkabel is ook verkrijgbaar. En als je dit leuk vindt, dan moet je eigenlijk de twee cases zien die Fazli ook op de markt brengt. Dit is de 5 pedal versie. En we hebben hier ook nog een 3 pedal versie, die ga ik zo dadelijk laten zien. Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Het is een heel makkelijke opbergdoos, maar ook te gebruiken als pedalboard. Voilà, hier hebben we het. Je kan het deksel er heel makkelijk afhalen. En als je dan natuurlijk met Peter Pedal werkt, dan, lieve vrienden, here we go!
Je kan ook dit voorzien van Velcro, maar ik heb het ook al gebruikt. Het zit echt goed stevig, dus het is eigenlijk prima. En het kan ook perfect dienen om thuis te gebruiken als paddleboard. En achteraf natuurlijk het deksel er terug op te plaatsen. En zo makkelijk mee terug naar huis nemen. Zo blijft eigenlijk alles netjes in de box. En hoe zit het dan met voeding, hoor ik je zeggen? Wel, we hebben hier de 3-pedal versie. Je hebt zowel in de 3 als de 5-pedal versie heb je hier 4 vijsjes. Die kan je heel makkelijk losmaken. En hier kan je onder andere, ik heb hier nu 3 aparte voedingskabels doorgestoken. Voilà, die komen hier dan uit. Dit kan je heel makkelijk in een multivoeding stoppen. En dan zo even 3 paddles nemen. Even zonder patchkabels. Maar je snapt het wel. Voilà. En zo zie je eigenlijk dat het... Dus de voedingen komen onderaan het bord en komen hieruit. Het is ook heel netjes en dit kan naar multivoeding gaan. En omdat het natuurlijk paddles zijn die heel weinig stroom verbruiken, kan je ook heel makkelijk hier een daisy chain gebruiken. Dus dat wil zeggen eigenlijk een stekker met diverse uitgangen. Wel opletten natuurlijk dat het opgetelde aantal milliampère niet hoger is dan wat op de daisy chain staat. Maar in dit geval, zoals gezegd, de meeste paddles, hier 68 mA, dat zal een van de grotere zijn, denk ik. 6 mA, wat hebben we nog? 7 mA, eentje verder nemen. 12 mA. Dus daisy chains hebben echt wel een veel hoger bereik. Meestal 1000, 2000, 3000. Je mag gerust daisy chains gebruiken. En dan heb je hier gewoon het stopcontact aan het einde. Het is ook wel super makkelijk natuurlijk. Achteraf stop je gewoon de draadjes of de stekker hierin. Doosje erop en alles kan netjes mee naar huis. Voilà, en dit was het dan voor deze video. Vond je het een leuke video? Geef het zeker een like. En vergeet je niet te abonneren, plus de meldingen. En dan ben jij als eerste op de hoogte van alle nieuwe releases. Want ja, eigenlijk op ons YouTube-kanaal zetten we ook teasers en dergelijke telkens wanneer er nieuwe producten op weg zijn naar Bax Music. Er zijn natuurlijk ook onze andere socials, Instagram, Facebook, TikTok. Dus zeker niet vergeten als je ook echt niks wil missen van wat er gebeurt in muziekland. Voilà, en ik ben uitgepraat. Ik ga gewoon een nieuw paddleboard maken. Dus ik ga gewoon nog spelen en ik hoop dat jullie binnenkort ook genieten van deze Fazly Paddles. Mijn naam was Tom, het is onze YouTube studio en ik zie jullie hopelijk heel snel en heel gauw terug. Bye bye.